Ik vind het ook wel een beetje eng, hoor. Hoi, ik ben Boy, de experimenteerexpert. En vandaag gaan we van een simpele petfles een dikke raket bouwen. En dat gaan we doen met luchtdruk. Nou kan je dit soort kant-en-klare dingen op het internet bestellen, maar het is hartstikke duur en het is veel leuker om zelf te maken. Dus dat gaan we doen. Oké, wat heb je nodig? Eerst een petflesje. Dan een oude fietsband of een voetbal of zo, als je er maar een ventiel uit kan halen. Een kurk, iets om de boel vanaf te lanceren, een fietspomp en water. De volgende stap is dat je die kurk in tweeën zaagt en dat je het ventiel door de kurk heen gaat plaatsen. Met een voetbalventiel is dat makkelijk. Die prik je er gewoon zo doorheen, hoppa. En dit ga je vervolgens op de fles plaatsen. Je kan het ook met een fietsventiel doen, dat heb ik even gedaan. Dus deze ga ik gebruiken. Ik heb de fles ondersteboven hier neergezet met de kurk met het ventiel erin onder in de fles. Ik heb de fietspomp op het ventiel aangesloten, dus als ik nu ga pompen, dan pomp ik lucht in de fles en daardoor stijgt de druk. Wel oppassen, als je te veel pompt, kan de fles ook exploderen. Daar gaan we. Wow, bam! Goed, nou dat ging, wat was het, 5 meter of zo. Laten we nu kijken of we nog verder kunnen schieten. Ik heb namelijk gehoord dat als je water in de fles doet, dat hij nog veel hoger gaat. Water is namelijk wat zwaarder dan lucht. En als dat water er als eerst uitknalt, dan heeft hij een veel grotere stuwkracht dan dat er alleen maar lucht in zit. Laten we dat eens gaan proberen. Fles gevuld met water. Dopje erop. Goed stevig aandrukken. Zo. Ik vind het ook wel een beetje eng, hoor. Yo, oh, vette shit, zelf halen. Yeah. Jij nou ook een cool experiment van mij? Zet die dan even in de comments of mail hem even naar Quest Junior. En vergeet niet even die duimpjes omhoog te doen en je te abonneren op dit kanaal. Dan ben je volgende week de eerste die mijn nieuwe proef gaat zien. Later!